can feel the music play. I don't got no plans to Goedemorgen, ik ben Marijke van Alles is Cultuur en vandaag ben ik op deze vrijdagochtend in de Oude Kerk in Amsterdam voor een silence concert. Elke eerste vrijdag van de maand is er een concert te beluisteren. Dat zijn klassieke muzikanten, maar dat kan ook in dit geval de elektronische muzikanten BJ Nielsen en Zeno van der Broek zijn, die live opnames maken van de geluiden die in het gebouw te horen zijn. De klokken, de straatgeluiden, de resonantie van de stenen. En daar maken zij dan een compositie van die ze dan live weer terugspelen aan het publiek. Dat nemen ze ook weer op en zo komt er een soort loophole van meditatieve klanken in de kerk op de vroege ochtend. Super grappig, maar omdat het dus live is, hoor je dus ook af en toe gewoon een glasbak gelegd worden of een toetertje of een fietsbelletje op een van de grachten achter ons in Amsterdam. Het heeft een interessant effect en het is vooral heel grappig om te zien hoe iedereen erop reageert, want je hebt dus mensen die, het wordt haast een soort performance, omdat ja, je loopt zelf door de ruimte heen, maar achter je lopen ook mensen de hele tijd heen en weer. Ik zag een jongen die was echt helemaal zo aan het meedansen met de muziek. En hele toffe gewaarwording. Dus het is niet hetzelfde de volgende keer, dan is er een andere muzikant uitgenodigd voor dat silence concert. Maar ik kan het zeker aanraden om te doen. Echt heel tof.